Alle beslissingen die de leiding van Staatsolie nu neemt, worden getoetst aan de strategie voor succes. Deze strategie is door de directie van het Staatsoliebedrijf uitgezet voor de komende 5 jaar. De algemeen directeur Rudolf Elias is vandaag tijdens een persconferentie nader ingegaan op deze strategie en ook de herschikking van de schuldenlast van het bedrijf. Elias verduidelijkt dat het besef nu duidelijk is dat wij voor langere tijd en misschien wel eeuwig een lage olieprijs zullen hebben. De olieprijs is gebaseerd op twee dingen altijd. Het is gebaseerd op vraag en aanbod, dat is normaal. Maar omdat olie zo strategisch belangrijk is, is het ook gebaseerd op een stukje emotie. Nu zie je dat de prijs ietsje aan de hoge kant is. Maar dat is gebaseerd op de emotie dat Iran niet weer vol gaat kunnen leveren. Het is gebaseerd op een bepaalde emotie dat Venezuela de olie niet kan leveren. Het is gebaseerd op een bepaalde emotie dat er onrust is in het Midden-Oosten. En op basis daarvan zie je dat de olieprijs wat gaat stijgen. Maar dat is niet gebaseerd puur op het vraag- en aanbodgedeelte. Dus wij denken zelf dat de olieprijs rond de $50 gaat blijven op de lange termijn. En het kan zijn dat je wat uitschieters naar boven hebt. Het kan zijn dat je wat uitschieters naar beneden hebt. Maar onze strategie is gebaseerd op een olieprijs van rond de $50 long term. Elias deelde de aanwezige pers mee dat het bedrijf op dit moment niet veel geld hoeft uit te geven om de olie uit de grond te halen. Dit maakt Staatsolie tot een zeer efficiënt bedrijf. Uit de huidige velden, waaronder Tamanrijo en Calcutta, moeten in de komende 25 jaar de 6 miljoen barrels die momenteel tegen een lage prijs worden gepompt, behouden blijven. Alle komende visies worden dan ook hierop gebaseerd, inclusief de verschillende investeringen, zegt Elias. Het bedrijf zal volgens de directeur de komende jaren niet meer investeren in de downstream, dat is waarde toevoegen aan de olie. De visie voor de korte termijn is namelijk dat Staatsolie zelf naar olie gaat zoeken in het zeegebied. En het zeegebied, dat wil ik even opdelen in twee gebieden. En dat is het zogenaamde near en shallow offshore. Dat is zeediektes, waterdieptes ergens tussen de 0 en de 50, 75 meter. Daar gaat Staatsolie zelf naar olie zoeken. En daar willen we in 2019... volgend jaar, in het eerste kwartaal of in het tweede kwartaal, willen we de eerste putten gaan boren. En uiteindelijk willen we 10 putten boren in 2019-2020 om te zoeken in dat nearshore gebied naar olie. Dat gaan we zelf doen, ondanks het feit dat we daar op dit moment aan het zoeken zijn naar een partner. Om te kijken of we dat samen met een partner kunnen doen. Maar daar neemt Staatsolie de lead. Elias deelde verder mee dat Staatsolie zich nu volledig zal storten op de voorbereidingen voor wanneer er een grote oliefonds zal plaatsvinden. Dit is een van de redenen waarom het bedrijf het internationale accountantskantoor Ernst & Young heeft ingehuurd om de accounting te doen. Dit kantoor, dat behoort tot de 4 grootste van de wereld, moet ervoor zorgen dat de cijfers van Staatsolie in de wereld worden geaccepteerd.